lessen en wedstrijden wordt eigenlijk van alles gedaan om het vak techniek populairder te maken. In het Openluchtmuseum in Arnhem maakten 1000 kinderen vandaag allerlei technische opdrachten. De kinderen doen verschillende proefjes. Wist je bijvoorbeeld dat een bevroren banaan zo hard wordt dat je hem als hamer kan gebruiken? En heb je altijd al eens willen zweven? Ook dat kan op de Techniekdag in Arnhem. We laten hier mensen zweven op een magneet. Ja, je zweeft eigenlijk een beetje als je het zo voelt. En hoe voelt dat? Ja, wel raar eigenlijk. Als je ooit gaat werken in een fabriek waar ze chips maken die in telefoons zitten, dan moet je dit pak aan. We hebben het nodig omdat anders haren in de mobiels en de chips komen. En dan slaat het in. En dan ontploft het. En dat willen we niet hebben. Allemaal leuke trucs en weetjes dus. Want het vak techniek moet populairder worden. Allereerst moeten kinderen gewoon plezier hebben. En al zal er maar een aantal ervan zijn die denken, wij vinden techniek zo leuk, dan helpen we toch een klein beetje mee om meer mensen later in de techniek te laten werken. Kinderen hebben ook zelf moeten knutselen. Erg populair is de Blijde, een soort katapult waarmee je squashballen kan schieten. Niet bij alle teams werkt de katapult zo goed. Nou, hij schiet wel 3 meter ver. En we hadden gezien op de wedstrijd dat hij laatst op 33 meter ver schoot. Dus we hebben wel wat veranderd. Maar ja, maar gaat het meer om de lol dan de wind. Andere kinderen maakten een hovercraft. Of een brug van papier. De vraag is natuurlijk wel, zien deze kinderen nu een beroep in de techniek zitten? Nou, dat weet ik nog niet. Ik weet het nog niet. Maar misschien wel. Ja, misschien auto's bouwen. Ja, ik ga misschien laten computers maken met spelletjes. Soms vind ik techniek een beetje ingewikkeld.